Twee fiets- en wandelbruggen bij het Genderpark in stadsdeel Gestel worden eind dit jaar vervangen. De twee bruggen over het riviertje de Gender zijn 60 jaar oud. Ze hebben last van betonrot en dat kan niet meer gerepareerd worden. In 2018 waren er ook al plannen om de bruggen te vervangen, maar die plannen hebben vertraging opgelopen. Volgens de gemeente is er nu een architect bezig met een nieuw ontwerp. Als het goed is worden de nieuwe bruggen minder steil, zodat ze beter te gebruiken zijn voor minder valide mensen.